contact met ons publiek houden. We hebben een hele online filmzaal opgetuigd. De lieve vrouw, gelukkig weer open. Saskia, je bent niet een directeur, inderdaad, je bent hoofdmarketing. Je bent ook woordvoerder namens een aantal culturele instellingen. Ik wist het niet, maar het werd mij ingefluisterd dat de lieve vrouw vroeger een kerk was. Dat klopt, ja. En heb je wel eens een gebedje gedaan van, oh jee? Nou, de afgelopen tijd denk ik naast alles wat we aan het doen zijn om weer vooruit te komen, dan denk ik ook wel, ik hoop dat het ook mee mag zitten. Dus heel af en toe dan denk ik toch, en dat het meezit, dat je nu weer een beetje open bent, is dat meezitten of is dat nog steeds? Het is een begin. Ja, het is absoluut wel een begin waar we als culturele instellingen van Amersfoort, en ik zit ook namens mijn collega's hier, waar we zeker wel blij mee zijn. Ja absoluut. En dat gaat zo meteen omhoog, hè, geloof ik, in 1 juli weer? Ja, vanaf 1 juli mogen we meer mensen welkom heten op afstand als de ruimtes het toelaten. Je zei het al, toch een beetje een klein schietgebedje gedaan. Hoe zijn jullie de afgelopen tijd doorgekomen als lieve vrouw? Eigenlijk op het allereerste moment dat we wisten dat er in eerste instantie veel minder mensen welkom waren, zijn we dichtgegaan. We vonden dat we daarmee het beste gehoor gaven aan wat er nodig was om eerst de situatie meer onder controle te krijgen. Je moest ook wel, denk ik, of niet? Ja. We mochten eerst terug in aantal bezoekers. Maar we hebben eigenlijk vanaf dat moment meteen gezegd, nee, we gaan eerst dicht. En vanaf dat moment zijn we ons gaan beraden. Van wat kunnen we doen? Hoe kunnen we contact met ons publiek houden? We hebben een hele online filmzaal opgetuigd, Pikkel, zodat we een deel van ons aanbod konden laten zien, maar dan thuis, vanuit de banken van onze bezoekers zelf. En vanaf daar zijn we ook met de stad gaan kijken, met de culturele collega's, van goh, wat kunnen wij samen doen? En helemaal toen we een beetje zicht kregen op, oké, we mogen straks misschien voorzichtig eens weer wat, maar we moeten ons wel gaan oriënteren op die 1,5 meter samenleving, zijn we samen gaan kijken, wat kunnen we doen? Gaan we het over hebben.